John Bas was iemand inderdaad, ja, die bruisde van energie. Die had vroeger de eczeem, hij had witte handschoentjes. Maar hij was altijd bezig met karate en hij was heel goed in atletiek. En op een dag ook met school hadden we gewoon gymmen. Maar dan gingen we naar de, hoe heet het, trimbos. Weet je nou, Bas? En dan gingen we een tikkertje doen. En dat was gewoon om de sport. En als je iemand tikte, dan was hij af, klaar. Maar jij bleef over en we kregen jou niet te pakken, want hij klom de boom in. En als wij hem achterna klimden, dan sprong je van één boom naar de andere boom. We kregen hem gewoon echt niet te pakken. Is altijd bijgebleven, ja. Ja. En je hebt dat later gebruikt, als je echt de jongens achterna gezeten werd, dan kom je ja, niet. Ja, ik heb wel veel. Ik kon door het hele bos heen. Als ik, ja, dan konden die anderen durfden het niet. Dus dan klom ik gewoon in een boom als ze kwamen. En nu ben jij een van de sterkste kerels ter wereld. Is er iemand hier die zich zorgen moet maken? Nee, er is niemand hier. Maar dat is toch al niet. Want de bullies, zou ik nou zeggen, dankjewel. Want hun hebben ervoor gezorgd dat ik zo geworden ben, neem ik aan. Toch? Nou, we weten inmiddels waar dat vechten toe geleid heeft. Maar om te weten wat voor leven er nu leidt en vooral waar, moesten we naar Los Angeles. Dan kan ik wereldkampioen zijn. Maar dit blijft allemaal hetzelfde. Ho, ho, ho. Ik ga naar binnen. Hup. Bas is drievoudig wereldkampioen MMA, Mixed Martial Arts. Een combinatie van judo, kickboksen, vrijworstelen en nog zo wat vechttechnieken. In Amerika is de sport razend populair. Daarom verhuisde Bas 13 jaar geleden naar Los Angeles. Ga je me nou vertellen dat de grote kampioen, de legend, pannenkoeken gaat gaan maken? Luister, en dan wil je niet geloven hoeveel keer ik dit doe. Dat doe je niet alleen voor ons omdat wij er zijn. Dat doe ik niet echt omdat jullie er zijn, ja, geloof me. Maar wel een onvermoede kant. Huh? Wat een onvermoede kant. Ongelooflijk, hè? Ja. Ik ben officieel bij een kok. Ik ben een chef-kok. Waar? Ja. Dan ben ik voor naar school gegaan. Dat is wat je naar school bent gaan doen. Ja. Dat is ongelooflijk, hè? Ja. Bas wordt in zijn jeugd geplaagd door ziekte. Op school is hij vaak het mikpunt van pesterijen. Hij wordt zelfs door zijn klasgenootjes de melaatse genoemd. Ik had heel erg huidziekte en een eczeem. Elke week moest ik 10 spuiten halen in iedere arm. Was een hoop. Dachten je ouders dat je oud zou worden? Ik denk het niet. Oh, jij bent echt het gepeste jongetje. Ik ben het gepeste jongetje. Die van zich af is gaan slaan. Ja. Dat ben je echt letterlijk. Ik ben het jongetje geweest met de hele eczeem overal in mijn gezicht en mijn handen. En ik had heel erg astma ook. Als ik een astmaanval had, dan moest ik 5 dagen in bed blijven. Dus dat was ook. Daardoor viel ik heel erg af natuurlijk. Dus was ik heel mager. Ik heb zo'n partij. Heet het? Medicijnen moeten slikken. Dat is schijnbaar in het Nederlands. Ik heb zoveel medicijnen moeten zeggen dat mijn brain dat niet zo snel werkt. Godsam, ik lijk wel Barry de Meijer, heet die keer. Maar dat is niet door het MMA dat je hersens niet helemaal meer doen. Nee hoor, nee, ik ben altijd proberen te bobben en wieven. Maar ze zeggen, ik probeer hem niet geraakt te worden. Dat is heel erg belangrijk voor mij. Ik zie in je neus dat je er een paar gehad hebt. Ja, maar dat is training natuurlijk. Een trainer breekt je neus. Ik heb nooit iets gebroken in een gevecht. Nee, nooit wat gebroken misschien. Maar door een paar versleten knieën moest hij 3 jaar geleden wel stoppen met vechten. Sindsdien geeft hij wekelijks commentaar bij wedstrijden in het populaire tv-programma Inside MMA. En ik wil natuurlijk wel even zien hoe ze in Amerika televisie maken. Dit zal zijn autootje wel zijn. Goede velgen. Welcome everyone. Come inside MMA with us. I'm Kenny Rice. Joined as always by the living legend of the sport, Bas Roop. Living legend. Did you see that? Did you hear that? I'm still alive. Normally when they say legend, that means you're old. You know, or a pioneer. He's a pioneer of the sport. That means you're old.
But you heard it. Living legend. What it means is you're very much alive. Mm-hmm. And you're very much alive for this whole sport. That's what I'm talking it about. Keeps it going. Mm-hmm. From everywhere. See, from I can make all those moves. Japan to the US, everywhere. Mixed martial arts, it's like a melting pot all around the world, bringing people together. That's what we do each week here with Boss on Inside MMA. You know what struck me most? Like, Bas is about sort of a legend here in America. Yeah, he is. How come that a Dutchman is so good in this sport? Well, I think a couple of things. One, obviously, when he fought, he was such a dynamic fighter. I mean, his striking ability, his kicks and punches were probably the best. When he was at his prime, no one hit harder, kicked harder than Bas. And I think that captivated a lot. You know, Americans like action. They're not opposed to violence. They see a guy come in there, and he's so charismatic, and the guy can fight. And I think a lot of people that were sort of just learning about MMA saw Bas Rutten and went, wow, look at this guy. He's different. You know, he kind of looks different. He's so strong and powerful. But then he does these interviews, and he's friendly, and people meet him, and he shakes their hand, and he poses for pictures. And they go, hey, this guy's not only a stud in the ring, not only this dangerous-looking guy when he fights, he's a good guy. And I really think it was a combination of talent and personality that just won over the American audience like that. Bas, don't do it! Okay. Bas heeft ook een eigen sportschool. Daar traint hij beginnende vechters en kampioenen. Want er valt genoeg van de meesten te leren. Hij heeft een arsenaal eigen technieken ontwikkeld, waardoor hij tijdens zijn MMA-carrière geen wedstrijd verloor. Ik heb 28 gewonnen. 3 zijn naar de beslissing gegaan. 13 submissions en 12 knockouts. En het zijn allemaal verschillende knockouts en het zijn allemaal verschillende submissions. En daar zie je niet veel. En daarom ben ik trots op mijn record. Dat zal je me waarschijnlijk wel een paar keer horen zeggen. Als ik het al niet gedaan heb. Thuis laat Bas nog wat beelden zien van wedstrijden die hij heeft gevochten. Hij vertelt dat er nog nooit iemand is gedood tijdens de MMA-wedstrijden. Maar veel scheelde het toch niet, hè Bas? Dit is die jongen die ik dacht dat ik dood had getrokken. Dat is ook letterlijk. Ik moest kijken hoe die ligt nou. En nu vraag je niet? Ja. Daar kom ik erachter dat hij nog goed is. Ja, jeetje, ja. Oké. Nee, daar gaven ze mij de oké dat hij nog oké was. Ik heb nooit iemand gehoord die met een verwarring dood is gegaan. Dat is nooit. Maar je dacht op dat moment wel? Op dat moment, ja. Zijn ogen zijn open. Er was bubbeltjes bloed kwamen eruit zijn mond. Dat is mijn leverstoot. Let op, komt hij aan. Mijn linkshoek naar het lichaam. Paf, paf. Zo. Dat is mijn specialiteit. Hij had zijn lever gescheurd daar, hij. De lever scheurd, hij had gewoon dood? Tonk. Nee, hij niet. Hij was voor een bloedplus recht naar de hospital is goed gekomen. Ik ben zomaar ineens benieuwd wat echtgenote Karin hier allemaal van vindt. Vind je het een leuke sport? Finally. Ik vind het, ja. Bas heeft wel echt veel moeten uitleggen van, het gaat om de techniek. Het is, weet je wel, als schaken. Het is zoveel denkwerk op een gegeven moment, ja. Maar in het begin had ik echt zoiets van, je ziet alleen maar bloed en mensen schreeuwen. Maar ja, ik heb wel respect gekregen voor alles eromheen. Als je ziet die vechters, het hele... En wat zag jij in Bas toen je hem leren kennen? Wat vond je leuk aan? Bas was heel... weet ik niet, dat is grappig. En dat is heel aardig. Ja. Dat is geen vechter. Ik bedoel... Ja, gelukkig. Dat is niet... dat zag ik in jou. Dat is moeilijk. Behalve pannenkoeken bakken is Bas ook een kei in het maken van kroketten. Tenminste, dat beweert hij. En wie ben ik om dat tegen te spreken? Down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. You just put me at the top of the world. Je weet dat nu dat hele image wat je zo zorgvuldig hebt opgebouwd is weg nu. Afgelopen. Helemaal weg. Watje is het. Wat een zielige. Goed, de kroketten liggen in het vet. Wil ik toch nog even terug naar de schooltijd. De tijd dat Bas zo gepest werd.
En Bas weet voor zo'n gesprek de perfecte setting. In zijn eigen achtertuin. Maar wat voor jongetje heeft jij dat gemaakt dan? Ik denk wat ik nou ben, niet? Ik denk dat ik... Ik heb altijd wel willen laten zien, oké, wacht even, ik zal wel even iets doen. Ik denk dat vechten natuurlijk, dat er echt iets is van, ja. Als ze altijd op je liggen te loeren, om zo maar te zeggen, dan moet je natuurlijk goed leren vechten. Wil iedereen in elkaar kunnen beuken. En is jouw succes gebaseerd op revanche? Nee, mijn succes is gebaseerd op... Ik leef van dag tot dag. Ik leef echt alsof het mijn laatste dag is. Ik heb echt heel... Ik heb geen 5-jaren plannen in dit grote gedeelte. Spaar ik wel dingen voor mijn kinderen natuurlijk. En ik zorg wel daarvoor. Maar voor de rest is het leven. Dat denk ik echt dat het kan zo afgelopen zijn. En ik denk dat ik dat echt van vroeger heb gedaan. Als ik het goed krijg, dan... Dan gooi ik er ook mee. Maakt mij niet uit. Ik zeg, we zijn geslaagd. Even, Huguette, is die veranderd? Zijn ogen niet, maar... De rest is wat uitgedijd. Hij is wat breder geworden. Ja. En oude schoolvrienden, oude vechtmakkers, trots op hem? Ja, natuurlijk ben ik trots op hem. Jij hebt hem geleerd, hij heeft bij jou leren boksen. Nou, hij mocht van thuis uit in principe niet vechten. En ja. Ik op een gegeven moment wel. En ja, we hadden best een grote tuin waar ik woonde. En daar hadden we wat bokzakken gemaakt en wat emmertjes met steentjes erin. Want we moesten dan ook gewicht trainen. Ja, we waren eigenlijk altijd aan het klooien. Denk je nou niet, had ik maar een beetje doorgetraind? Ja, zonder meer. Nee, het is, maar bij hem is het een gave. Ja. En wat zou broeder Antonio hiervan vinden, Bas? Ik heb geen idee, ik weet niet of hij wel zo van geweld houdt. Maar ik denk dat hij wel trots is. Ik bedoel, ja. We zijn er goed terecht gekomen. Mijn ouders hadden wel, ik was altijd zwart schaap van de familie. Weet je, wat kan je nou mijn vechten bereiken, weet je. En ik ben net in de goede tijd opgegroeid, neem ik aan. Ja. En ik heb het goed gedaan. Ja. En wat denk jij, Anja, wat zou broeder Antonio van de klas vinden? Ik denk dat hij wel zal lachen als hij ons ziet. Ja, zeker wel. Klas, ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor alle vrolijkheid over het vuur spuwen, de mopshonden, noem maar op. En ook voor jullie openhartigheid. Zit je nu te kijken en denk je, ik wil nog meer van die klas weten, dat kan op karo.nl. Daar vind je allemaal portretjes en nog extra filmpjes. Jullie, kom lekker naar voren en dan doen we een deel van die klassenfoto nog een keertje over.